En de start is gevallen. Wurth Nederland prijs 14 paarden in onze kwartetkoers met een jackpot. En aan de buitenzijde gaat de favoriet naar voren. Courage to Love. Gaat twee paarden met hem mee. 3 galop, 3 uitgeschakeld. Gaan twee paarden met hem mee. Aan de relingzijde is dat Lucas Walin met Cyclone Freo. En in het tweede spoor daarnaast neemt nu de leiding over Cruise Control. Cruise Control is de leider. Op de tweede plaats daarachter ligt Cyclone Freo. En derde Courage to Love. Op de vierde plaats Comic Rapida. Vijfde is Cha Cha Cha. En op de zesde plaats Brenda. Zevende plaats voor April Kingsteep. Achtste aan de buitenkant gaat nu naar voren Dave Dream. En negende aan de relingzijde ligt Winning Attack. Dan zijn we al in de start van het veld beland. Op de tiende plaats Carina WB. Elfde aan de relingzijde Dakota Elegance. Twaalfde As Promised. En de dertiende en laatste plaats is voor de nummer 12 Jalouk. De opening 1:13.9. De baan droogt hard op. Eerder vandaag was hij aan de zware kant, maar nu wordt hij sneller. En dat kun je zien, 13-9 voor de eerste 500 meter. En het gaat hard aan kop. De paarden gaan de bocht door. Komen straks de rechte lijn voor de tribune in. En de leiding is daar in handen van paard nummer 6, Courage to Love. Die heeft overgenomen. Courage to Love op de tweede plaats daarachter volgt Cruise Control. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. De eerste paard aan de buitenkant dat zich naar voren probeert te werken is Dave Dream. En die heeft het daar niet makkelijk. Dave Dream krijgt gelukkig een paard nu schuin voor zich. Want die komt van de reling af. Dat is Cyclone Freo. Die ligt nu derde. Tweede tussentijd, 17-8. De eerste kilometer in 1:15.9. En zo gaan we de laatste kilometer in. Leiding voor Courage to Love. Daarachter is het Cruise Control. Daarachter aan de buitenkant is het Cyclone Freo. En de vierde plaats aan de relingzijde is voor Comic Rapida. Vijfde Dave Dream. Zesde Cha Cha Cha. Zevende plaats is voor John de Leeuw met Winning Attack. En op de achtste plaats aan de relingzijde ligt Brenda. Negende is aan de buitenkant Carina WW. Tiende April Kingsteep. Elfde Dakota Elegance. Twaalfde As Promised. En de dertiende plaats. Maar die gaat daar nu wat aan doen. Die gaat naar het derde spoor. Is voor Jalouk. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Weg naar de laatste bocht. En nog altijd dezelfde leider. Courage to Love. Die de laatste keer heel sterk ging. Aan de buitenzijde komt het steeds dichterbij. De driejarige in het veld. Dave Dream staat hier op papier voor een hele zware klus. Maar doet het heel best. Ligt nu al tweede. De derde tussentijd. 1:17.9. Zo gaan ze de laatste bocht in. Courage to Love. Dave Dream op plaats 2. En plaats 3 daarachter aan de relingzijde is voor Cruise Control. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. En de voorste 3 zijn duidelijk weggelopen bij de rest. Paarden gaan de laatste rechte lijn nu inkomen. Maar 8 galop, 8 uitgeschakeld. En het is nog altijd Courage to Love die leidt. Courage to Love op de tweede plaats Dave Dream. En erachter Cruise Control. Voor de eerste twee plaatsen lijkt weinig meer te gaan veranderen. Want Courage to Love gaat veel te hard voor de concurrentie. Gaat het hier heel makkelijk winnen. Courage to Love wordt de winnaar. Courage to Love wint. Tweede wordt Dave Dream. De derde plaats is voor Cruise Control. En vierde wordt Comic Rapida. En de voorlopige eindtijd 1:15.8.